Welkom bij de tweede aflevering van CIO TV. Na dagenlange voorbereiding en opbouwen is het CIO vandaag echt van start gegaan. In deze aflevering zijn we bij de veterinaire check en blikken we vooruit met de bondscoaches Rien van der Schaft en Rob Erens. Ik kom oud as well, hè? Oké, dus van oefenen. Maar we beginnen met het portret van ringmeester Frederik van Beek. Ringmeester wil zeggen dat wij zorg dragen dat de ruiters op tijd binnenkomen en ook weer op tijd de piste verlaten in de juiste volgorde. En ook dat bij de prijsuitreikingen wij zorgen dat dat allemaal zo verloopt volgens het boek. Met de paarden zelf, ik vind het hele mooie beesten. Ik ben er niet bang van, maar het doet mij verder niks. Ik krijg altijd wat medelijden als ik zelf op een paard zou zitten. Om dat beest vooruit te schoppen en zo, dat is niet aan mij besteed. Absoluut niet. Met paardensport heb ik alleen het organisatorische. Dat wil zeggen, alles wat met de organisatie van de paardensport heeft te maken, dat vind ik leuk. Hoe lang bent u al verbonden aan het CIO? Iets meer dan 50 jaar. Dus dat is nog niet zo heel erg lang. Maar ja, als ik dan zeg dat was de tweede helft van de vorige eeuw, klinkt dat wel heel erg lang geleden. Maar het is in al die jaren hartstikke leuk geweest. Zo'n eerste dag is altijd hectiek. Vele mensen die worden erg zenuwachtig. Die gaan daar toch ook van transpireren. En met dit windje erbij is dat een stuk minder. We zijn ze weer snel afgekoeld. En morgen loopt alles op rolletjes naar het weekend toe. En dan, als de sport ook goed is, en dan hoop ik, dan hebben we weer een fantastisch sportief evenement. Altijd mooi om te zien, die veterinaire check. Een mooi moment ook om met de bondscoaches van zowel de dressuurploeg als de springruiters vooruit te blikken op deze 70ste editie van het CIO. Want de springequipe heeft het altijd lastig in Rotterdam. Ja, dat is komisch. Ik weet niet waar dat aan ligt. En ik heb dat eigenlijk wat Otto Becker, de coach van Duitsland, heel vaak in Aken heeft. Daar hebben wij weer heel veel gewonnen. Vaak geluk. Heeft hij weer hier en hebben wij weer wat minder. Ik heb de laatste twee jaar maar gewoon gezegd van ik doe zondag als hier de landenwedstrijd is, doe ik maar gewoon of ik ergens in een ander land zit. Dressuurcollega Rien van der Schaft ziet het Kralingse Bos als zijn thuisconcours. Maar toch werd zijn ploeg vorig jaar op het CIO gedisqualificeerd. Ja, gelukkig hadden wij al geprotesteerd voordat het überhaupt ons betrof. Maar er was een regel dat een van de paarden die uitviel uit de special, dan was er niks aan de hand. En als nou een paard uit de kuur uitviel, dan had je geen teamresultaat. En door een puur pechsituatie en een paard zijn ijzer aftrapte, viel een van onze paarden uit voor de kuur. Het paard was helemaal niet geblesseerd, maar hij trapte zijn ijzer af. En trapte dat dusdanig af dat hij een stukje hoef meenam. Dus het kon er niet even snel ondergeslagen worden. Dus we hadden geen resultaat. Dus eigenlijk, ja, dat is een hele bizarre regel die ook gelukkig veranderd is bij de ingang van dit jaar. En ja, dit jaar, ieder team kan pech en geluk hebben, daar gaat het niet om. Maar dat was wel een regel die gelukkig geschrapt is. De springploeg, die in tegenstelling tot de dressuurploeg niet zelf met hun paarden naar de check gaat, bestaat uit Michel Hendricks, Mark Houtzager, Jur Vrieling en de nummer 1 van de wereld, Harry Smolders. Voormalig Olympisch goudwinnaar Jeroen Dubbeldam doet niet mee. Ja, dat is gewoon een zoektocht. En Jeroen heeft mij ook duidelijk aangegeven, ook hier op dit evenement, dat Zenit zich op het moment nog niet zo top fit to compete voelt. En dan moet je ook niet blijven doordrukken. Dan moet je hem ook de tijd geven om te kijken waar we dan op een ander concours wel weer mee kunnen strijden met elkaar. De bondscoaches gebruiken het CIO voornamelijk als voorbereiding op het WK in september. We hebben juist dit als concours als observatie genomen. Omdat je hier ook de internationale juryleden hebt. En alle Nederlandse ruiters die eventueel op de longlist staan voor try-in, voor de wereldruiterspelen, die doen hier mee. Dus er is geen bankgarantie dat de namen die hier dus in de equipe zitten, dat de mensen zijn die naar try-on afreizen. Maar als zij het heel goed doen en goed presteren,
dan is de kans wel aannemelijk dat zij een grote kans maken om daar wel naar af te reizen, toch? Dan dat zeg je goed, want anders had ik ze hier ook niet opgesteld. Na het WK volgt er in 2019 weer een EK. En dat zal plaatsvinden op het terrein van het CAO. Nadat er in 2011 al eens het Europees kampioenschap dressuur werd verreden, komen er volgend jaar niet één, maar drie toernooien naar Rotterdam. Springen, dressuur en paradressuur. En daarvoor moet de huidige locatie wel worden geüpgrade. Ja, het wordt groter. In ieder geval zal het langer duren. Het is een week in plaats van de vier dagen CAO. Daarnaast gaan we het terrein ook vergroten. Dat is nog in ontwikkelingsfase, maar als het aan ons ligt, schuiven we op richting de Kralingse Plas, waar een prachtig gebied ligt, wat we wellicht kunnen gaan gebruiken. Dus ja, groter. En er zijn natuurlijk aan de sportieve kant belangrijke medailles te verdienen. Dit gaat wel ten koste van het CAO van volgend jaar. Nou, daar hebben we wel serieus over nagedacht wat we dan gaan doen. Het is toch een trendbreuk dat je geen CAO organiseert. We zitten voor de Europese kampioenschappen vast aan augustus. Dat is de internationale kalender. En om in juni een CAO te doen en augustus drie Europese kampioenschappen, dat zou niet lukken. En dat moet je ook niet willen, denk ik. Roosendaal ziet het EK als springplank naar de volgende edities van het CAO. We hopen bij de EK's bijvoorbeeld weer nieuwe sponsors aan te trekken die besluiten om na de EK's bij het CAO te blijven. En misschien zijn er een aantal organisatorische zaken die we tijdens het EK voor het eerst proberen, die we bij een CAO daarna weer kunnen gaan gebruiken. Dus in die zin is het een springplank naar CAO na 2019. Tot zover aflevering 2 van CAO TV. Morgen zijn we er weer met onder andere Superpony Breidling, die elke wedstrijd wint. En natuurlijk zijn we bij de eerste spring- en dressuurwedstrijden, plus het afsluitende feest. Kortom, topsport en entertainment vanuit het Kralingse Bos.